Ja, het is zo rustig dat ik niet eens een introzin heb. Dus, ik ben Patrick. Het is week 70 van de oorlog. Laten we beginnen. Allereerst iets meer nieuws over de deal tussen Rusland en Wagner Private Military Company. Leden van Wagner kunnen zich nu aansluiten bij het Russische leger en daar dus volledig onderdeel van worden. Leden die willen blijven bij Wagner gaan naar een kamp in Belarus, of Wit-Rusland, hoe het we noemen. Daar gaan ze het leger van Belarus trainen. Al het zware militaire materieel van Wagner gaat ook naar het Russische leger toe. En tevens zou volgens Andrei Katapolov, dus een Russische staatsdoema, Wagner PMC ook niet meer gaan vechten in Oekraïne. Ook zou een Russische generaal, Sergei Zurovkin, zijn gearresteerd door Rusland in verband met de mislukte coup van Prigozhin. Hij zou namelijk vooraf al geweten hebben van de coupplannen en voor de rest niets gedeeld hebben, aldus de Moscow Times. En Nieuwsuur heeft een interessante documentaire online gezet over dit onderwerp. En de link heb ik in de omschrijving achtergelaten. Duitsland gaat 45 Gepard anti-aircraft guns geven aan Oekraïne. Ook willen ze voor het einde van het jaar 2 extra IRIS-T luchtverdedigingswapens sturen. En 4 extra eenheden hiervan in het jaartal 2024. De US of A, Amerika dus, heeft een nieuw militair pakket aangekondigd van $500 miljoen. In dit pakket zitten onder andere 30 Bradleys, 25 Strikers Armored Personnel Carriers en munitie voor HIMARS en Patriot. Litouwen heeft 2 NASAMS luchtverdedigingssystemen voor Oekraïne gekocht, als mede 10 M113 panzerwagens met rupsbanden. En de tanks die Nederland voor Oekraïne had willen kopen, die kunnen niet naar Oekraïne toe. Die kunnen niet eens gekocht worden. Het Russische parlement heeft namelijk de exportvergunning afgewezen. Dit omdat het de traditionele neutraliteit van Zwitserland zou aantasten. Dan gaan we weer naar de situatie aan het front. Er zijn niet heel veel updates gezien het offensief langzaam gaat. We moeten uiteraard wel realiseren dat dit geen film is en dat om iedere vierkante meter met bloed gevochten wordt. Allereerst Rivmopil, dat is heroverd door de Oekraïners. Ik heb dit enkele weken geleden overspeld eigenlijk in een van mijn video's. En als we namelijk inzoomen zien we dat er maar 1 in- en uitweg is uit dit dorpje. En ja, ik ben heel eerlijk gezegd een beetje verbaasd dat het nog zo lang heeft geduurd totdat dit dorpje, of eigenlijk vestiging, werd veroverd. Laten we het ook niet groter maken dan dat het is. Heel veel tactische waarde heeft dit plekje eigenlijk ook niet. Als we de topografische mappen bijpakken, zien we dat eigenlijk het enige voordeel hiervan is dat Oekraïners nu vanaf beide flanken eigenlijk de onderliggende dorpen kunnen aanvallen. Dit omdat deze dorpen in het dal liggen, waardoor het dus ietsjes makkelijker wordt in plaats van dat je ze dus frontaal aanvalt. Ja, als we dan nog iets verder kijken naar dit Rivnopil-front, dan zien we eigenlijk dat er niks veranderd is de hele week. Het rode gebied is in handen van de Russen. Het blauwe gebied is bevrijd door de Oekraïners. En het groene gebied dat is ook in handen van de Oekraïners en al tenminste 2 weken. En het grijze deel daar wordt om gevochten. Als we ietsjes verder gaan richting Bakhmut, dan zien we dat we hier voornamelijk bij Andriivka en Kurmandivka progressie zitten. Het groene stuk onder Kurmandivka is pas gisteren bekendgemaakt in verband met de veiligheid van de Oekraïnse troepen. Dit stukje land is dus al even in handen van de Oekraïners. En als we dan helemaal een stukje naar beneden gaan richting Lobkova, zien we dat er een klein stukje bosland heroverd is richting Robotny, iets boven Robotny. En voor de rest zijn er eigenlijk geen updates. Via mijn Patreon kan je beelden zien welke ik niet in mijn video's kan tonen. Ook post ik je nieuws welke de video's niet haalt. Nou, voor slechts 5 euro per maand krijg je toegang tot ongecensureerde beelden. Via deze manier kan je mijn werk supporten en 25% van de opbrengst gaat rechtstreeks naar Oekraïne. Link is te vinden in de omschrijving. Dan als laatst gaan we nog even naar de cijfertjes kijken. En we kunnen constateren volgens deze cijfers dat de Russen ongeveer 5000 troepen per week kwijtraken. Uiteraard hebben de Oekraïners zelf ook verliezen. Maar deze worden niet publiekelijk geopenbaard zolang de oorlog nog gaande is. Nou, aan de linkerkant ziet u de statistieken van vorige week. En aan de rechterkant de statistieken tot en met vandaag. Nou, dit was het dan voor deze week. Mocht je nog een Telegram-account hebben, dan zijn deze 3 accounts toch wel het volgen waard. Ze zijn wel Engelstalig, maar gelukkig hebben we Google Translate. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.